Dit is inmiddels alweer de tweede vlog van Carré 1711. Dit keer gaan we het hebben over het storten van de vloeren. Dit heeft ongeveer een driekwart jaar geduurd voordat wij daadwerkelijk klaar waren om de vloeren te storten. Hierbij moest er veel afgebroken worden wat jullie in het begin hebben gezien bij het eerste filmpje, maar moesten er vervolgens ook weer nieuwe leidingen gelegd worden, elektriciteit geplaatst worden en voorbereid voor het daadwerkelijke moment van storten. Toen het moment was van storten, rende ik hier ook rond als een blij ei, want dat was het moment waarop wat wij in ons hoofd hadden visueel zichtbaar werd. Storten. 90 staalmatten, 100 kuub aan beton. Wij waren er klaar voor. Graag geven wij jullie een behind the scenes van ook weer dit onderdeel van Carré 1711. De dag van de bouw gaat dit jaar niet door, maar vandaag een behind the scenes bij ons. Veel kijkplezier. Allemaal verdicht. Basis naar letterlijk de top. Het dak gaat er namelijk vanaf. Ook hier nemen wij jullie weer graag mee behind the scenes. Blijf ons volgen via Facebook, Insta of YouTube. Tot snel!